We zijn een cultuurprofielschool en we hebben daarin een partner gezocht die het onderwijs kan versterken. Het Stedelijk Museum is onze educatieve partner geworden, waarin wij de komende 4 jaar zullen samenwerken. De reden dat we een samenwerking aan zijn gegaan met Oscar Carré is dat we heel graag een langdurige samenwerking wilden hebben met één school. Er bezoeken op jaarbasis heel veel verschillende scholen het Stedelijk Museum. En die leerlingen die komen 60 minuten binnen, misschien 90, maar dan heb je het ook wel gehad. En als je langer gaat kijken naar een kunstwerk dan de gebruikelijke 9 seconden, dan kun je daar allerlei vragen bij stellen. Moderne kunst is gezellig. Wat is gezellig? Is dit gezellig? En dan gaan we dit jaar onderzoeken met de leerlingen of hun eerste intuïtieve kunstbeleving verschilt met die van de kunstbeleving als ze er heel veel kennis over hebben gedaan. Hier zit dus een toespraak dan. Oh ja, lekker gezellig hè. Ik zag er eentje die lekker gezellig is in een stad. Ik wil eigenlijk mijn kinderen leren dat naar kunst kijken, daar hoef je geen kenner voor te zijn. Dus iedereen kan naar kunst kijken. En dat het ook echt de moeite loont om langer naar een kunstwerk te kijken. Waardoor je veel meer ziet in een kunstwerk. En waar je in eerste instantie misschien denkt, ik vind dit niks. Dat je daar toch je mening anders wordt door er langer naar te kijken. Wat je echt goed moet bedenken is waarom dit kunstwerk goed past bij jullie kaartje, bij gezellig. Iedereen loopt dicht bij elkaar en zit hand in hand. En dat het een beetje druk is in de stad, dat de mensen elkaar meer kunnen ontmoeten. Ja. En de paarden komen helemaal tot leven, zeg je? Ja. Ik denk dat het kan inspireren. Zeker als je het met elkaar uitwisselt, wat iedereen ervan ziet. Dat je leert luisteren naar elkaar. Het is het mooiste als kinderen kritisch kunnen kijken naar de wereld om zich heen. En kunst kan heel erg helpen om een beeld te vormen van zeg maar wie je zelf bent en je relatie tot de wereld om je heen. Ik vind het griezelig omdat het allemaal een beetje donker is. Het regent een heel klein beetje en iedereen haast. Heel concreet bestaat de samenwerking met de Oscar Carré uit een stukje deskundigheidsbevordering voor de leraren. Dus we hebben vorige week afgetrapt eigenlijk met een studieochtend voor de leraren. Om hen eerst allemaal zelf te laten ervaren wat dat onderzoekend leren in de context van het Stedelijk Museum is. Mijn voeten die kloppen helemaal niet natuurlijk, dus dat is ook heel gek. Het heeft mij heel erg geholpen, want ik had zelf het idee voorafgaand, kan ik dat wel? Weet ik er wel genoeg van? Hoe doe ik dat dan eigenlijk? En ik merkte dat juist door de samenwerking met Stedelijk en door ons te begeleiden en ons te laten ervaren hoe je het als kind kan ervaren. Dat voor mij heel erg het gevoel heeft van, oh, maar iedereen kan kunstlessen geven. Je kan ook door te kijken heel veel zien en daarvoor hoef je helemaal geen expert te zijn. Nu hebben we museumbezoek voor alle 16 groepen van de Oscar Carré. En tegelijkertijd hebben we allerlei artists in residence in het speellokaal van de Oscar Carré. We hebben dit jaar een samenwerking met 5 verschillende kunstenaars. En het idee is dat die leerlingen allemaal geïnspireerd raken door en die discipline en de collectie van het Stedelijk Museum en dat ze dat met elkaar vervlechten en daarin een eigen vertaalslag maken. Vandaag hebben de kinderen animaties gemaakt en er ook geluid onder de animaties gezet. Dus een soort audiovisuele abstracte animatie gemaakt. Wat ik vandaag belangrijk vond dat de kinderen deden is dat ze een beetje loslaten dat iets ergens op moet lijken. En dat je dus eigenlijk op een hele abstracte manier, gewoon puur omdat je zegt dat iets is wat het is, dat dat genoeg is en dat je niet vastloopt in of het wel mooi is of lukt of goed uitziet. Dit is een nieuw mens. Moet ik nog een mens maken? Eergisteren hebben we een schilderij in het museum gevonden. En het was als eerst gezellig. En nu een beetje mama. Dus daarom moeten we een gezellig dorpje maken, maar ook een stomme dorpje als je er lang naar kijkt. Jongens, hier is regen. Film. Hier gaan we mensen filmpjes zien over het kunstwerk wat we allemaal hebben gekozen. Wat wil je laten zien, liefst? De uitvraag is van deze.
waarom is dit kunst? Bijvoorbeeld oude kunst is zoals een foto. Moderne kunst is iets nieuws, vind mijn groepje. Nou, wat ik heel erg leuk vind is dat kinderen hebben geleerd om langer naar een kunstwerk te kijken en ook naar de gedachten achter het kunstwerk. Nog steeds rondom het ene kunstwerk wat ze in het stedelijk hebben bekeken. Ik had verwacht dat ze er veel sneller klaar mee zouden zijn, maar zelfs na 2 weken waren ze nog steeds geboeid en keken elke keer op een andere manier weer naar hun eigen kunstwerk. Wat we onderzocht hebben is, dingen kunnen niet gezellig zijn of die kunnen niet grappig zijn, die kunnen ook verdrietig zijn, maar die kunnen ook heel haastig zijn. Ze kunnen alle emoties zijn, ze kunnen bang zijn, ze kunnen blij zijn, ze kunnen gek zijn. En dat vind ik zo mooi aan kunst.